Waar komt het succes van het CDA vandaan? Daar gaat het over. Is het de toevalstreffer Balkenende? Of heeft de partij tijdens 8 jaar oppositie zich in alle stilte geheel vernieuwd? Jan Rijf doet verslag. Met de partij gaat het goed. Er is sprake van een versterkt zelfvertrouwen. Maar er is ook sprake van het voelen van de last van het weerdragen van regeringsverantwoordelijkheid. Men realiseert zich dat wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, dat in feite zich opnieuw zal moeten voltrekken. Je moet het zorgen dat je er ook over 4 jaar weer staat. Het is in ieder geval zo dat er geen sprake is van triomfalisme of wat in die zin dan ook. Nu gaat het goed. 8 jaar geleden ging het slecht. Dramatisch slecht. Ik heb campagne gevoerd onder het hoofdstuk eerlijkheid. Eerlijkheid betekent dat, zoals het er nu naar uitziet, Wim Kok lijkt te gaan winnen. Na decennia in de regering te hebben gediend, verloor het CDA haar bijna vanzelfsprekende macht. We kennen elkaar heel goed. En daarom bij het overhandigen sta je me toe te zeggen, God zegen. Hoe hard was de tik? Gigantisch. Ja, het was... En hoe lang galmde hij na? Heel lang. We hebben er jaren en jaren over gedaan om weer na te gaan. Back to basics. Waar liggen onze wortels? Wat waren onze roots? Ik weet nog dat er heel wat mensen waren die dachten van, nou, dat Paarse 1, dat wordt toch niks. Binnen 2 jaar staan we er weer. Er waren een paar wijze lieden, waaronder Wijfels, die zeiden dit gaat lang duren. En die had gelijk. In de periode 1995-98 kwam de kentering. Het CDA zocht en vond nieuwe aandachtspunten. Waar was je, Wim, toen het ging over de privatisering van de ziektewet? Waar was je toen wij debatteerden over de algemene nabestaandenwet? Waar was je toen het ging over de geweldige kortingen op de kinderbijslag? Geleidelijk aan moet weer in de vezel van welhaast elk partijlid komen te zitten. Dat je gezamenlijk weer weet waar je voor staat en waarom. Die kentering die zag ik een paar jaar geleden. Toen we met name thema's op de agenda wisten te zetten waarvan we het gevoel hadden, die gaan straks gewoon spelen over 3 jaar. Noem ze eens. Dat waren toen de zorg. Die wachtlijsten die begonnen zich aan te dienen. Wij realiseerden ons dat met het beleid wat gevoerd werd, dat gaandeweg tot een grotere tekorten aan personeel zou gaan leiden bij de zorg, het onderwijs. En wij constateerden een verkruimeling van de publieke sector. En hadden echt het gevoel, daar moeten we op insteken. U vindt ook met terugwerkende kracht dat Paars, laten we zeggen, het immateriële heeft laten liggen. Dat de maatschappij verslonst is. Ja, onze hoofdkritiek was wel dat sociaal beleid, wat men best wilde voeren, dat het vooral inkomenspolitiek was. Maar net op de inkomensplaatjes, ook bij de belastingpolitiek. Maar in feite de voorzieningen, centrale voorzieningen in ons land, zoals de zorg, zoals het onderwijs, maar ook de hele infrastructuur, die legden toch gaandeweg het loodje. Mevrouw de voorzitter, deze algemene beschouwingen zijn ook bijzonder omdat ze de laatste zijn van Wim Kok in zijn rol als minister-president. Toen heeft hij aan premier Kok een pakketje rapporten overhandigd van de fractie, de partij, het wetenschappelijk instituut voor het CDA. En vriend en vijand binnen en buiten de Kamer waren het toen over eens dat hij van dat hele debat bij de algemene politieke beschouwingen toen de winnaar was. Dus je zag dat toen wel al komen. Maar ik denk dat het toch ook een bijzonder grote rol heeft gespeeld, de komst van Jan-Peter Balkenende. Het CDA herkende zichzelf, was niet bang voor fortuin. Had net een leiderschapscrisis achter de rug. Jaap de Hoop Scheffer werd afgeserveerd en Jan-Peter Balkenende en niet ene Marnix van Rij trok aan het langste eind. Ik ben iemand die niet wegloopt voor verantwoordelijkheden, ook als het een keer tegen zit. Ik ben gewend verantwoordelijkheid te nemen als dat op je weg vindt. En ik laat mij leiden door de idealen van de christendemocratie. Wij zagen ook wel in dat je die analyse kunt maken van over 3 jaar gaat het mis. Of binnen een paar jaar gaat het mis. Maar dan moet je er ook staan met antwoorden. Ik denk dat wij als eerste zonder meer met die antwoorden kwamen die nu ook in het regeerakkoord verwoord zijn. Het is wel zo dat Pim Fortuyn met zijn verbale geweld, met zijn hele image en dergelijke, dat in feite toch heel massief wist te brengen. Maar dat was voor ons in feite een punt van herkenning bijna. Hij is standvastig. En hij heeft het vermogen om mensen aan zich te binden, juist doordat hij altijd zo consistent en authentiek is. En was u zelf ook helemaal niet verrast dat Balkenende uiteindelijk uit die tombola tevoorschijn kwam?
Als u mij een maand tevoren gevraagd had van Jan-Peter Balkenende, wordt dat de leider van het CDA, zou ik zonder meer nee gezegd hebben. Omdat? Had ik niet kunnen voorstellen. Omdat? Het image van hier staat een nieuwe politieke leider, droeg hij niet met zich mee. Nee. Maar het deed me wel denken aan wat ik ooit las in Harvard Business Review. Die hebben ooit onderzoek gedaan naar de 10 best presterende ondernemingen in de wereld. En daar blijken de leiders allemaal bij toeval op het laatste moment ineens naar boven gekomen te zijn. En die parallel die zie je eigenlijk bij het CDA terug. Daar is Jan-Peter Balkenende, de lijsttrekker van het CDA. Als de prognoses kloppen, heeft hij vanavond 41 zetels behaald bij deze verkiezingen in 2002. Met het CDA op haar voorlopige top, wat wil de partij bereiken? Het feit dat mensen geen individuen zijn, maar dat we ze zien als relationele wezens, betrokkenheid op elkaar. Opkomen voor mensen in zwakkere situaties. Maar ook een betrouwbare overheid. Een overheid die er is voor de burgers. En niet omgekeerd. Een overheid die ook allerlei maatschappelijke en samenlevingsverbanden erkent in hun volle verantwoordelijkheid. Een overheid die een ziekenhuis of een school niet beschouwt als een agency van zichzelf. Maar die dat beschouwt als organisaties en instellingen die gedragen worden en moeten worden door de ouders, de scholieren, door de patiënten en de artsen. Die kanteling van die overheid naar die verantwoordelijke samenleving, naar mensen zelf, in feite in stelling brengen, zij zijn aan zet, dat zal absoluut zich gaan voltrekken. Wij hebben in dit land altijd een cultuur gekend, en dat is zeer te waarderen, van opvoedingsvrijheid van ouders. Dat moeten we vooral ook zo houden. Maar op het moment dat opvoedingsvrijheid, hoe kan ik dat het beste zeggen, verwort tot vrijblijvendheid, welke reden dan ook onbedoeld en onbewust, dan zijn er grenzen te trekken. De regie komt daadwerkelijk te liggen bij de mensen en niet meer zoals de afgelopen 10, 20 jaar in feite in Den Haag. Dinsdag begint formateur Balkenende met zijn gesprekken met de kandidaatministers. En daarmee besluiten we Nova. Morgen is er weer een nieuwe Nova. Goedenavond.